Lieve de Piet! Hoera! En de bakker doen we ook natuurlijk. Hier word ik gelukkig van. Doe maar terugzetten. Goed zo. Die is echt zo anders dan de rest. Wie? Junior. Oh, lijkt me echt heel erg lekker. Nee, we ruimen hun drinken niet op. Je mag daar heel de avond mee doen. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we hebben een jarige. Hallo. Zullen we allemaal even zingen? Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Lieve de Piet. Hoera. Ja, Natalia is 20 geworden en de kinderen hebben het hier plezier. Natalia, nou word je bij de TIG, zei ik al, ja. Word je 99 bij de TIG. 100 TIG? Nee, bij 100 dan verandert het weer, als je dat haalt. 100, dan ben ik. Bedankt iedereen, voor het cadeautje. Hij is heel leuk. Ja, boem. Even showen. En dan gaan we weer werken aan school. Ik heb Eline geholpen met natuurkunde. En dat is dan toch allemaal wel weer lang geleden, hoor. Ja. Nou, ik denk dat je bijna alles goed hebt. Bijna. Ja. Dat was toch weer met de bakkerij te maken natuurkunde, want het ging over gassen en over vloeibaar en over vast. Voor mij gaat het over speerkracht. Dat is mijn biologie. Een natuurkunde? Ja. En wat ben jij aan het doen nou voor school? Niks. En Stan die zit op zijn kamer. Hoera! En we gaan nou beginnen, kinderen. Ja. Ja? Dan gaat het schooltje beginnen. Ga allemaal maar op je plekje zitten. Nee. Wie wil de hulp van papa? Ja, papa. Je mag junior. Papa, ik moet taal junior. Doen. Ik moet taal doen. Nee, taal dan moet je niet wat bij mij moet zijn. Wat moet ik doen, mama? Ja. Bij natuurkunde of economie of scheikunde of wiskunde mag je bij mij zijn. Bij taal moet ik mijn dit doen. Alle andere vakken niet. We zijn alleen vergeten te vloggen in Alster. Ja. Maar ik heb gisteren natuurlijk. Je hebt gisteren veel gevlogd daar, hè? Of eergisteren. En ik kreeg je net bericht dat de pui is goedgekeurd in Halsten. Dus dat is wel heel fijn. Ja, dat is gemeenteberg op Zoom, dankjewel. Ja, dat was echt, dat is echt wel een dingetje. Ja, als dat niet kan, dan loopt alles in de soep. En dan loopt heel je planning in de soep. En er stond 8 weken voor. Dus hebben we het echt in 3 weken afgehandeld of zo. Dat is echt super. Want dan ben je ook van die rotzooi af. Want stel dat je nou heel je winkel klaar hebt. Nee, je moet daarna nog je pui gaan veranderen. Ja, dat is gewoon drama. Dus daar zijn we heel blij mee. Nu is alleen de reclame, die was nog niet helemaal duidelijk. Dus die moeten we nog even aanvullen. Dus dat gaan we ook doen. En nu gaan we nog even boodschappen doen. Ja, we gaan het slieren ook. We moeten hier af. Even wat drinken halen. En voor de bakkerij. En dan daarna breng jij Sissy naar huis. Die heeft dan weekend. We hebben ook lekker weekend, ze is even klaar met het schoolwerk. Het is toch wel veel hoor, ze roppelen wel, want ze hebben echt heel veel huiswerk. Ik heb zelfs vandaag ook geholpen. Met natuurkunde? Met natuurkunde bij Eline. En dat is toch wel leuk. Merk dat het alweer lang geleden is? Maar ik moet wel mijn vakken doen. Hoor. Nederlands of zo, dat ga ik niet doen. Dan heb ik af en toe al bij groep 8 in de basisschool, dat ze met de opdracht komen, dan denk ik, oh, hoe zat dat ook alweer? Maar natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en gym, dat vind ik wel leuk. Gym. Ja, maar dat doe ik wel elke dag, mensen. Ja. Elke dag even, gymnastiek. En voor taal komen ze bij. Ja. Ik heb ook gisteren rekening mee gedaan, want we hebben Rubicup gedaan. Moesten ze tellen hoeveel dat ze uitkomt. Dat was met de kleinste dan. Ja. Maar dat is leuk. En de bakken doen we ook natuurlijk. Doen ze heel veel. Ook een vak op bakken, maar dat doet iedereen veel. Denk ik nu, op het moment. Iedereen is aan het bakken geslagen. Nou, de caravan is weer een beetje aan kant. Want wij kwamen hier aan en toen was de boel ontploft. Dus alles is opgeruimd, alle boodschappen zijn weg. De bakkerijwas die staat er nog, want ja, dat gaat natuurlijk gewoon door. Dus die komt mee naar de camping. Die staat daar.
De derde was zit er nog in en nog één, nog drie te gaan. En Stan, jij bent aan het jemen, niet te koud? Ik ga eerst eens kijken of ik die verf daarvan afkrijg. Daar ben ik niet zo blij mee. Wil ik zien? Nee, dat weet ik. Dat zit er al een paar dagen op. Ik heb het overtje klaarstaan. Oh, dat is ik nog net op tijd. Sticker. Oh, ja, anders dan is dat niet mooi natuurlijk. Ik heb hout gesprokkeld. En in de beschrijving stond dat, dat je met dennenappels aan moet steken. Dus Nout die wist goede plekken dennenappels. Dat is goed voor je trui. Ik heb 18. Zo Stan, ja, ik kan wel goed mikken. Maar twee is genoeg. Hoe kan hier dan nog een pies zijn? Nee, dan doe je daar aan de kant, dat hout. Auw! Stan, gooi je schoen in. Ik gooi hem gewoon recht nou naast de val. Oh, Nout, pas op hè, want ze heeft geen schoenen aan. Ik ga vandaag pies eten, hè? Nee, je moet hem eerst aansteken en dan nog een keer aansteken. Ja. En dan? Dan kan je het gebruiken. Waarom? Ja, dat is zo. Je mag hem niet te hoog maken en het vocht moet er een beetje uitbranden. Nou, als het nou helemaal brandt, dan wordt heel die oven warm. Dan doe je die vloeren die doe je uitvegen. Kijk, dan doe ik met mijn barbecue dingetje. Ik ga zo schoon krabben. He, de stenen overvloer. Ja, en dan doe je die kooltjes eigenlijk, want dan houdt al een beetje kooltjes. Dus je schuift helemaal aan de kant. En dan kun je zo pizza maken. Zeg een beetje hetzelfde als opa bij de meeshoef altijd doet. Ja. Opa doet dat bij de meeshoef ook bij zo'n overtje. Dus eigenlijk hetzelfde, ook met takken. Het vuurtje staat goed aan. En hij mag niet te warm worden, dus ik hou hem de hele tijd dicht. Ik ging toch even kijken en dan zie je gelijk al. Nou, mooi, dat wordt gewoon in de natuur. Oude stokjes van de grond. Hier word ik gelukkig van. Junior heeft iets ontdekt. Er liggen ijsjes in de vriezer. Junior, wat ben je aan het doen? Nee, zet maar terug. Vanavond, ja? Na het eten. Doe ze maar terugzetten. Ja. Dat is ook ijs. Zet ook maar terug. Nee, niet opeten. Doe maar terugzetten. En doe de deur maar dicht. Allemaal ijs. Doe maar terugzetten. Goed zo. En dan de deur dicht. Ja, goed gedaan. High five. High five. Kom. Wij zijn alvast aan tafel gaan zitten. En papa is eten halen bij Stroop. En normaal gingen wij natuurlijk best wel regelmatig bij Stroop eten. En die hebben eigenlijk ook heel lang geen afhaal gedaan. Maar omdat de regels nu langer duren, zijn ze toch open gegaan voor afhaal. Dus vanaf vandaag. Dus papa die is vandaag gelijk gaan halen. En er waren spareribs, had ik gehoord, waren er besteld. Biefstuk. Biefstukje. Papa had overschotel. Ja, ik geitkaas. En papa had overschotel. Okay. Dat lijkt me ook wel lekker. Zal ik ook even gewoon zitten misschien aan tafel? Ja, maar ik ben met Junior aan het spelen. Ik zal twijfelen tussen overschotel en... Ja, net was het heel schattig met mij en Junior. Want hij stond daar op het gordijn en ik deed zo, waar is Junior nou? Toen gaf ik hem zo een kusje. En toen deed het, als hij zich liet zien, dan wou hij een kusje geven. Lukt het, schatje? Nee, want ik wou de linker maken. Boven de ding? Oh, je wou de lepels gaan maken. Ja, snap ik. Dat is vet, hè? Dan moet je even goed zeep pakken. Oh ja, Marie, wij deden toch delen, hè? Ja, je moet en een beetje warm water pakken. Oh. Zo. Dit is niet daar, hè? Die is er niet. Die is er niet. Ja. Opruimen, hè? Mama, wil je een mes van me pakken? Ja, pak hem een mes voor. Ik help wel. Ja. Was op de camping best ja. Hier nou weer. Die is echt zo anders dan de rest. Wie? Junior. Hij houdt van opruimen. Jullie hebben nooit in kastjes gezeten. Echt hij houdt van nooit. Nou, maar hij ruimt zijn eigen rol niet op. Ja. Hij heeft nooit. Jullie hebben dat nooit zo gedaan. Maar wij hebben zeker ook nooit zo schoongemaakt. Nee, ook niet. Dus hij gaat gewoon in de vriezer. Hij is echt. Hij staat altijd aan. Sommige van ons zijn ook best wel leuk, maar ik denk dat Junior later heel erg actief wordt. Ja, ik denk het ook. Pop,
papa is net thuis met al het eten en het ziet er echt heel erg lekker uit. Dit ziet er niet zo lekker uit, maar het ruikt echt super lekker. Oh ja, het ziet er echt heel erg lekker uit. Allemaal salades. Hier zo mayonaise. Ja, daar is een bonnetje. Ook heel anders. Allemaal lekkere dingetjes. Sperrit, ja, dat? Oh, drie keer sperrit. Nee, Guusje, die delen. Ja, hun delen hem. En ik niet. En die andere ook. Dit is ook sperrips dan, denk ik. Ja, jullie hebben die vriend. Ja, sperrips. En ook. Oh, hier. Junior heeft ook nog een tasje met iets. Hij heeft hem wel omgedraaid, dus ik weet niet. Ja, sorry, dat heeft Junior gedaan. Oh, dat maakt niet uit. Zit daar nog iets in? Nee. Kijk hoe lekker. Het ziet er niet lekker uit, hoor. Het ziet er een beetje vies uit. Beetje droog, maar lijkt me echt heel erg lekker. Je bocht is misschien nog een snijden, maar meer tijd voor handen. Dat doen wij nooit afhalen. Nee, echt nooit. Maar ja, wij zeiden wel, we moeten wel de lokale horeca steunen. Die hebben nu echt wel hier nog frietjes. Oh ja, die wou ik. Ja, nog kipnuggets in de eigen frituur gedaan. Ja, ik hou niet zo van... Ga jij die pakken of zal ik die even voor jou pakken? Ik haal ze wel eruit. Of ja, goed. Neem je een schaaltje mee dan? Junior? Ja, die staat op bord. Oké. Smakelijk eten allemaal! Ik hoor daar ook nog iets. Ja, er zit stal op het toilet. Ah. Ik wou net zeggen, alle kinderen zijn bijna buiten op 3 na. Maar Stan dus ook niet. Dus er zijn er 4 buiten, 4 binnen. Ja. Ze hebben hem met telefoon afgepakt. Wie? Omdat ze... Omdat ik niet meer wilde gaan tafelen. Ja, ze zijn weer tafelen, hè? Het spelletje op de pingpongtafel met een bal. Hun zijn verslaafd aan tafelen. Aan tafelen. En we zijn klaar met eten. Met roomboter was op, dus ik heb kruidenboter gemaakt in smeermargarine. Ja, dat was Stelien er niet helemaal mee eens. Nee, ik vind het ook niet zo lekker, maar... Wel je het zo in het bakje had gedaan, denk ik. Ja, dat was een half bakje. Ja, ik heb gewoon een half bakje peper gedaan en verse kruiden en een beetje knoflookolie. En doorgeroerd. Kijk. Ja? Is lekker toch? Ja. Nee. Dat is geen olie. Nee, dat is knoflookolie, maar dat is... Papa, dat zie je niet meer. Heb ik het de hele tijd op. Die heb ik er doorheen geroerd. Het eten is wel bevallen. Ja. Hoewel ik in het restaurant zelf zitten veel lekkerder vind. Maar ze zijn al, het was echt heel lekker. Het is wel wat sneller, bro. Dat is wel weer een voordeel. Zo doet Harry Potter ook. Op zijn Nimbus 2000. Ja, vanavond gaan we weer Harry Potter kijken. Iedereen stemt. Nee, iedereen stemballen voor Harry Potter, behalve jij, mama. Nee, maar zij gaat op de dingen kijken, want hij gaat live kijken. Oh, kan dat? Ja, op mijn telefoon. Live kijken. Live weet ik niet. Oh, en die wil terugkijken. En anders terugkijken, want ze heeft hem van vorige week ook nog niet gezien, dus... Allemaal goed. Nou, een kassetje, hé Junior. En wij gaan even opruimen en dan... zit de dag er weer op. Nee, we ruimen hun drinken niet op. Ze mag daar heel de avond mee doen. Heel de avond? Ja. Wij zitten al klaar voor Harry Potter te gaan kijken. Wat heb je vandaag allemaal gedaan, Floor? Busje kruid. Taart gegeten. Vis gevierd. Oh, is het nat? Ja, dat zijn ze zijn nog aan het busje kruid aan het doen. En nou gaan we afsluiten. Ja. En wat de lief, wat ging jij doen? De Voice kijken en op mijn iPad. Wauw. En Stan? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. En Marty, wat heb jij vandaag gedaan? Buiten gespeeld. Weesje gevierd. En jullie hebben nog voor school gewerkt vandaag, of niet? Wat heb je voor school gedaan? Nee. Bewegingsactiviteiten. Taal, estafette en rekenen. Vind je het vervelend zo les krijgen of vind je het wel leuk? Fijner dan op school. Op school krijg je wel minder. Maar toch wil je graag naar school. Maar hier, hier kan je sneller je werk maken dan op school. Want op school krijg je aparte instructies en dan mag je daarvoor je werk niet maken. Oh, oké.
Wat mis je het meest aan school? De juf? De klasgenootjes? Een beetje. Juf kijkmachine. Weet je wat ik mis op school? Maar ik heb 4 juffen en 1 meester. Oh. En Madelief, waar mis jij het meest op school? Juf Jopke, die nu weg is naar een andere school. Dat snap ik. Dat was een hele lieve juffrouw. Waar mis jij het meest van school, Stan? Niks. Nee? Geen vriend. En Nout, waar mis jij het meest van school? Dat heb ik al heel vaak gezegd. Ja? Maar gewoon mijn vrienden. Weet jij dat jij in de vlog van vandaag, dus dat was vorige week, uit het blikje drinken of het blikje omwisselt met het blikje van Floor, het blikje dat jij hebt, doe je dat vaker? Met iedereen. Ja? Ja. Ja, ik voel het zo en ik ben aan het opnemen en ik heb het nog ineens in de gaten. Een kijker had het gezien. Dat was echt een leuk stukje, ja. Ik laat het nou even zien. Als jullie weinig kinderen hebben, gaan jullie naar huis halen. Nee, wij hadden er nog toen wij geen kinderen nou, ik hadden. Nou, iedereen op zichzelf ook. Hebben wij erover gedacht? Dat doe ik echt altijd. Met iedereen. Dan heb je weinig bij Floor veel en dan liggen ze omwisselen. Of dan neem ik stiekem een slokje. Ja, dan nu hou ja, ik nog altijd ook bij, hoor. Ja, houd er maar, bij, ja. Ik ga tegen het hele gezin zeggen. Doe maar, ja. Pak toch. Nou, dit was onze dag van vandaag. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe. We gaan het wel toch wat moeilijker krijgen. Nou, derde week is nou geweest. Op zoek naar specht die ik weer hoor in de ochtend. Zo, doe eens even normaal, man. Ja, je hebt het toch. Nou, en Floor hebben altijd een beetje ruzie en zo. Hij denkt dat het een soort stofzuiger is. Ja. Oh, nee. Dat zijn broodjes, die moet je in de broodrooster doen. Die zijn voor bij de kreeft.